En wat heeft dit te betekenen? Normaal. Hoezo normaal? Jij hoeft niet te bepalen wat ik doe. Net zo goed als u dat niet bepaalt voor haar. Wat niet? Het is mijn bezit, het is mijn dochter Luna. Dus ik bepaal wat er gebeurt. En dan nog kunt u niet bepalen of ze hetero of lesbisch is. Hoezo niet? Dat maak ik me wel uit. Als ze naar Luna wilt, moet eerst langs mij komen. En langs mij. Ja, hoezo? Wat anders? Want anders ben ik de kinderbescherming. Ja, ik ben toch veel sterker dan jullie, dus het maakt me niet uit. Wel sterker, maar niet slimmer. Ik zou me weggaan als ik u was. Wat snap je zich van dat? Weet je vader dan niks van ons? Hij weet zelfs niet dat ik een meisje val. Waarom niet? Nou, jullie weten dat mijn ouders gescheiden zijn? Nu wel. Nou, kijk, de reden van de scheiding is dat mijn moeder erachter is gekomen dat ze lesbisch was. En ze heeft nu een vriendin, maar mijn vader, hij is altijd al agressief. Alleen, nadat mijn moeder dit bekend heeft helemaal. En ik durfde gewoon niet uit de kast te komen, want ik mag ook zelfs niet eens meer naar mijn moeder toe. Dus ja, ik heb gewoon niks tegen hem gezegd. Maar moet het er ooit achter komen? Ja. Maar waarom had je dit nooit verteld? Had ik meteen begrepen dat er niks mocht doen als hij in de buurt was? Ja, mijn vader, hij is soms zo gevoelloos. Ik schaam me daar echt voor. Maar jij kan er niks aan doen dat hij zo is. Nee, daar hoef je toch helemaal niet voor te schamen. Nou, ik ben blij dat wij het in ieder geval weten. We gaan je helpen en we staan achter je. Hey, dat lijkt Lucas wel. Dan kan ik erachter komen met wie je op de date moet. Hey, joh. Nee! 24 uur in een dag is te kort om de dingen te doen die ik wil. Iedereen gaat door en ze hebben het druk. Niemand staat er nog stil bij nu. MWT, morgen weer tijd. Morgen weer tijd voor jou. MWT, morgen weer tijd. Morgen weer tijd voor jou. Jij, jullie, hoe durven jullie? Vuurlijk zal boedend zijn. Wat doe je hier eigenlijk met Tyler? Wat doe jij hier eigenlijk met Emma? Tessa was gewoon in de stad met vriendinnen en die raakte ze kwijt en toen kwam ze toevallig mij tegen. Ja, en ik kan me herinneren dat Vuurlijk een vriendin had meegevraagd die zich niet zo lekker voelde. Hoe durf jij tegen mijn beste vriendin te liegen? Doe normaal tegen Emma. En nou snap ik waarom jij niet wilde zeggen met wie je op die date ging. Vuile verraders! Tessa, doe rustig. Ik ben rustig! Nee, dat ben je niet. Maar ik zoek het toch uit jullie! Wat? Hey Giel. Wat? Yo Lucas, het is gelukt met de blackmail, hè? Ja, kom je zo meteen, dan kan ik alles uitleggen, kunnen we even chillen of zo. Ik snap er niks van. Wat is er, meisje? Ja, Lon neemt maar niet op. Ik wil haar zoveel vertellen. Gisteren nam ze ook al niet op. Ze heeft misschien even geen tijd voor jou. Ja, maar in het begin kijkt ze weer iedere dag. Ik snap dat het jammer is dat je Lotte 2 weken niet ziet. Als jullie straks weer naar school gaan, kun je elkaar weer helemaal bijkletsen. Spreek anders met Veerle af. Veerle kan de pot op. Hey Tyler. Ja, ik heb een vraagje. Ik was gisteren met Giel in de stad en hij had een nichtje. En die ziet spoken of zo, maar ja, het is echt heel raar. In ieder geval, hij vond dat ik zijn nichtje moest gaan ontmoeten en... Ja, daar heb ik dus eigenlijk helemaal geen zin in, maar ja, hij was er gewoon zo enthousiast over en hij heeft het al zo moeilijk, dus ja, ik heb toch maar ja gezegd. Alleen, wil jij er alsjeblieft bij zijn, want dan ben ik tenminste ook niet alleen, dan wordt het niet awkward of zo. Oh. Ja, is goed. Ik hoor het nog wel dan. Doeg! Hey man. Hey. Is het gelukt met de mail? Ja. Ik weet alleen niet hoe hij erop reageert. Ik kon niet vissen bij Luna.
Ja, dat wil ik aan jou vragen, maar ze gaat met een nicht en Michiel morgen weg als groep meeging. Komt perfect uit. Misschien begint hij er wel over. Ja, moet ik meegaan? Ja, echt wel. Ja, maar wat als hij er dan over begint? Ik heb een idee. Vanavond stuur je het opnieuw en dan maak je het iets erger. Dan weet je zeker dat hij erover begint. Dan kun jij me bij helpen. En als je die mail gaat sturen van een locatie, dan zal ik zeggen dat ik erbij zou zijn. Jij snapt hem. Ja, maar wat als hij nou niet erover begint? Dan werkt ons hele plan niet. Dan ga je gewoon aardig doen en dan vraag je van hoe gaat het? En word je nog gepest en zo? Ja, dat kan wel werken, ja. Hey, Veerle! Hey, waar was je ineens gisteravond? Ik kwam Tyler tegen. Wat, Tyler? Is iets gebeurd? Hoezo? Is ze chagrijnig? Dat ben ik ook. Wat is er dan? Nou, weet je nog dat Lucas zo geheimzinnig deed over die date? Ik ben er dus achter gekomen wie het was gisteravond. En? Wie is het? Het is Emma. Serieus? En maar zeggen dat ze zich niet lekker voelde? Inderdaad. Waarom flikken ze dat? Ja, weet ik veel. Nou ja, weet je wat? We maken er gewoon een gezellige middag van. En we gaan gewoon gezellig naar de stad. Prima, ik zie je zo. Luna, kom nog even zitten alsjeblieft. Ik wil het nog even hebben over dinsdag. Oké. Ja, ik heb er spijt van. Ik had nooit zo moeten reageren naar jou. Maar weet je wat het is? Je moeder is de liefde van mijn leven en die ben ik in één keer kwijt. Ja, ik had het misschien ook wel gewoon moeten vertellen. Ja, waarom heb je dat niet gedaan dan? Ik was bang. Bang? Voor mij? Ja, om eerlijk te zeggen wel ja, want je reageert altijd zo agressief. Ja, weet je, ja, sinds je moeder weg is, ik weet ook niet hoe het zit met mij af en toe. En ja... Maar mama kan er ook niks aan doen. Ik bedoel, het zijn gevoelens en die kun je niet zelf bepalen. Ja, ik weet het ook niet. Maar mama wilde toch altijd gewoon vrienden blijven? Ja, zou ze dat nog wel willen. Nou, dat ik alles wil. Als je er belt en alles uitlegt. Kan ik proberen. Niet weer. Wie zou dat nou kunnen zijn? Hopelijk is het niet jouw oma. Nee, ik wil nog echt langer blijven spelen. Mama! Hoe gaat het? Goed, maar ja, waarom ben je zo vroeg terug van vakantie? Vertel ik nog wel. Oké. Dank je. Alsjeblieft. Kom je er ook bij zitten, Lisanne? Vertel nou, mama, vertel nou! Nou, Victor en ik waren aan het lunchen. En Lotte die was met wat vrienden. Was aan het skiën. En op een gegeven moment komt er een ambulance op het raam. En vriendin van Lotte helemaal in paniek. Dat ze met wat vrienden op piste is gegaan en dat ze een ongelukkig geval hebben gemaakt. Ze hebben ons onderkoeld geraakt. Ze hebben in coma gelegen. www.morgenweertijd.nl voor setfoto's, dagboeken van de hoofdrolspelers,